Op de Chinese ambassade in Suriname vond op 3 april een symposium plaats dat gericht was op het matchen van Chinese banken en bedrijven met Surinaamse ondernemingen. Het doel van dit evenement was om de samenwerking tussen Chinese en Surinaamse entiteiten te versterken, met een speciale focus op het bevorderen van handel en investeringen tussen beide landen. Vertegenwoordigers van UnionPay International, een aantal Chinese bedrijven die actief zijn in Suriname, en leiders van Chinese verenigingen in het buitenland waren aanwezig bij de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de ontwikkeling van UnionPay International in Latijns-Amerika, de uitdagingen en kansen voor Chinese bedrijven in Suriname en manieren om de financiële dienstverlening te verbeteren om de handel en investeringen tussen beide landen te vergemakkelijken. Raadsadviseur Gia Jingi benadrukte het belang van financiële stabiliteit voor economische groei en benadrukte de voortdurende inzet van de Chinese ambassade om Chinese bedrijven en de overzeese gemeenschap in Suriname te ondersteunen. De bijeenkomst markeerde een nieuwe fase in de economische samenwerking tussen China en Suriname, waarbij de focus lag op het versterken van de financiële banden tussen beide landen. Er werden plannen besproken om de bestaande samenwerking verder uit te breiden en nieuwe kansen te verkennen om de handel en investeringen te stimuleren. De deelnemers waren optimistisch over de toekomstige mogelijkheden en benadrukten het belang van nauwere banden tussen beide landen op economisch en financieel gebied.